De vrachtwagenchauffeur die het ongeluk veroorzaakte waarbij Yvonne Lodewijks om het leven kwam, stond vandaag voor de rechter. De vrouw van keeperstrainer van Feyenoord Patrick Lodewijks uit Eersel verongelukte vorig jaar april op de A2 bij Eindhoven. Justitie eist tegen de chauffeur 240 uur taakstraf. Het overlijden van Yvonne Lodewijks veroorzaakte een schok in de voetbalwereld. Duizenden supporters van PSV en Feyenoord brachten haar een eerbetoon. In het Philipsstadion werd een enorm spandoek getoond. Veel fans van Feyenoord bewezen haar de laatste eer tijdens de uitvaart. En op onze redactie is verslaggever Alice van der Plas. Volgde de zaak voor ons vandaag. Alice, roep nog even in herinnering. Wat gebeurde er ook alweer op die fatale dag? Nou, de vrachtwagenchauffeur wisselde van rijstrook en zag daarbij de auto waarin Yvonne Lodewijk zat volledig over het hoofd. Hij raakte die auto. Die auto ging aan het tollen voor de vrachtwagen langs. Toen kwamen de vrouwen even stil te staan op de weg. En toen zeiden ze nog tegen elkaar van nou, tot nu toe gaat het goed. Ze waren erg geschrokken. Maar toen reed er dus een andere automobilist op de auto in en kwam Yvonne Lodewijks om het leven. De rechtbank heeft vandaag laten weten dat ze misschien het onderzoek gaan heropenen om ook nog eens te kijken naar onder andere de rol van die andere automobilist. Maar dat is nog niet zeker dat ze dat gaan doen. Was Patrick Lodewijks er vandaag bij? Nee, hij was er niet bij. Hij liet via een advocaat weten dat hij geen gezicht wilde hebben bij de verdachte. Zo omschreef hij het. En hij zei ja, dat hij wel wilde dat de verdachte zou voelen het leed wat hem en zijn gezin is aangedaan. Vrachtwagenchauffeurs die voelen zich de baas van de weg, zo omschreef hij. En ook de dochter heeft een verklaring laten voorlezen. En zij vertelde, als ik later zelf kinderen krijg, dan zal mijn mama altijd een vreemde voor ze blijven. Gewoon een foto van een mooie vrouw aan de muur. Triest verhaal, maar er gebeuren natuurlijk iedere dag trieste ongelukken. En dit is dan een verhaal dat breed wordt uitgemeten in de pers. Hoe reageerde de chauffeur? Ja, die vond het natuurlijk heel erg. En hij vertelde ook dat hij op tv had gekeken naar de stilte in het stadion als eerbetoon aan Yvonne Lodewijks. En dat hij zich toen heel erg klein voelde. Ik vind het vreselijk wat er natuurlijk toen gebeurd is. Ja, het houdt je elke dag bezig. Alice van der Plas op de redactie, dankjewel.